onderweg naar de huisarts. Ik heb net de controle gehad. En het is hier trouwens echt één grote bende, want er staan nog ik uiteraard. Kijk nou. Wat heb jij gekregen? Laat het eens horen. Alleen op dit moment besluit ze dus precies iemand zijn tuin te gaan staan. Blijvend opladen, bijkomen, hoe je het ook wel noemen. Oeps, I did it again, echt. Het is woensdag. Ik heb elke keer het gevoel dat het donderdag is. Maar dat is niet. Ik heb Marco altijd dingen die hij moet doen. Had ik Marco ook een app gestuurd van sever het brood. Want dan had hij het al uit de vriezer. Toen kwam ik beneden. Toen dacht ik, ergens klopt dit niet. Maar het is woensdag. Dus ze heeft een korte dag op school. Dus dan is dat helemaal niet nodig. Maar goed, we zijn niet heel erg snel vandaag. We gaan niet te laat komen, maar we moeten wel echt opschieten. Nu is Sarah de banaantje gedaan, want de appelschil duurt te lang. Verder! En zelf even deze naar binnen proppen, terwijl ik mijn laatste spullen pak. En dan gaan we de deur uit. Zo leuk, kijk. Sarah en ik, die matchen. En nu gaan we snel naar school. Terwijl en dan komt de auto koud, zo door. Ja, dat, wat ga je dan doen? Het wordt dadelijk een stuk beter, schat. Het is nu koud. Onderweg naar de huisarts. Ik moet die blauwe aanzetten, mijn achteruit slaat helemaal. Rijdt opnieuw, als ik niet verstaan was. Sarah is op school. En ik ga naar de huisarts. Ik heb vandaag wel weer een beetje last van het pollen, maar de tape zit ook op de een of andere manier net iets minder goed dan vorige keer. Ik merk echt het verschil. Maar goed, naar de huisarts. Ik heb controle. Ik heb natuurlijk mijn spiraal een tijdje geleden gezet. En die controle heb ik vandaag. Al weet ik dat hij goed zit, want je merkt het. Als hij niet goed zit, dan weet je het. Daar is geen twijfel over mogelijk dan. En hij zit goed, want ik heb er totaal geen last van. Ik voel hem niet meer zitten, maar ik weet dat hij er nog wel netjes zit. Dus dat is gewoon goed, dat weet ik al. Maar het moet gecheckt worden, dus ik ga braaf er naartoe. Dan naar huis, even een paar dingetjes doen. En dan heb ik vanmiddag weer een afspraak met Sarah, dus... Het is weer even rennen en vliegen vandaag. Ik heb net de controle gehad en die was goed. Maar dat wist ik al. Want dat zeiden we net ook, als die echt niet goed is, dan weet je het wel. Want dat merk je. En dat vond ik wel goed. Ik heb natuurlijk die pigmentvlek die me mateloos irriteert. Daar heb ik meerdere crèmes voor geprobeerd, die werken niet. Dus ik denk, ja, het ligt daar toch. Ik vraag het gelijk even na. En daar is nu, heb ik een recept gekregen van crème. Ik ben vergeten hoe die heet. Hij moet ook besteld worden. Hij is niet op voorraad bij de apotheek. De apotheek zit aan mijn huisarts. Dus die komt morgen of overmorgen waarschijnlijk. En ja, eigenlijk het beste te vergelijken met een soort van chemische peeling. En die moet dat dan van mijn huid af gaan halen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dat komt dus later. Ik denk dat ik dat ook wel met jullie deel. En sowieso vind ik dat niet heel vervelend. Want hopelijk trekt het meer slechte plekjes uit mijn huid. Dus we gaan het zien. Ik ben weer thuis en ik zal even nog de hele outfit laten zien. Dit is geen handige hoogte. Zo, dit eens proberen. Het shirtje is van Nick en Nick. Dus van de kinderafdeling. Want dan hebben ze hem in Sarah en mijn maat. Broek Levi is weer een... Anders Normaal High en deze van Max & Co. En die moet ik nog steeds wel een klein beetje inlopen. Het is hier trouwens echt één grote bende, want er staan nog dozen van de lounge set. Stapels papier, mijn jas heb ik net opgehangen. Kussentjes daar voor de lounge set. Maar ook de kussen staan nog in plastic en de hoezen liggen daar. Dus. Maar ik heb vandaag best druk, dus ik weet niet hoe ver ik ga komen. De wassen nog leegruimen en alles. Maar ik heb echt besloten, en ik had het gisteren ook met Marco over, ik ga echt vandaag gewoon elke keer een dingetje doen. Dat maak ik af en dan kijk ik gewoon hoe ver ik kom en lukt het niet. Ik ga me gewoon niet druk maken.
Want ik heb gewoon te weinig tijd. En dan heb ik eigenlijk alleen maar stress. Terwijl ik daar helemaal geen zin in heb. En daar gaat het ook niet meer van af. Dus ik ga het gewoon zien. En het komt vanzelf goed. Maar nu eerst even mijn ochtendritueel momentje. Ik heb uiteraard een lekkere kop thee gezet. Een paar dingetjes kunnen doen in huis, maar niet heel veel helaas. Maar ik ga het loslaten. Dus dat ga ik bij deze doen. Ik ben nu heerlijk aan het genieten van in het zonnetje naar school lopen. Alleen ik raakte even aan de praat met een buurman. En een meneer die hij kende en ik niet. Over de huidige situatie en hoe ik erin sta. Goed gesprek overigens. Wel grappig dat met sommige mensen, als je een andere mening hebt, je wel heel veel punten van elkaar kan overnemen met een open gesprek. Maar ik moet dus nu wel even flink doorstappen om op tijd op school te zijn. En als ik doorloop, dan ben ik dat ook. En daarna ook snel in huis eten, want dan moeten we weer de deur uit. Ik ben weer gezellig met dit meisje aan het lunchen. En ze heeft mijn lunch ook gemaakt, hoe schattig. Ik vind hem helemaal leuk. Dankjewel, Mop. Alsjeblieft. Ja, zo heel snel, maar we gaan nu tanden poetsen, want we gaan naar de tandarts. Kijk, weer met je. Zo leuk. Dan ben je echt mijn mini-mi. Dus even heel goed alle. Kijk nou. Ik loop het water van mijn tandpasta van mijn tandenborstel. Oké. Poging 2. Deze gaat wel goed. We zijn onderweg naar de tandarts. Met mijn bellenblaas. Ja, Sarah heeft bellenblaas, maar die mag niet bellenblaas van mij in de auto. Mijn enige bellenblaas die ik heb. Want voor de rest zijn ze allemaal op. Ja, nou ja, je laat ze ook heel vaak omvallen. Dus ja, dan gaat het hard. We zullen binnenkort wel even kijken of ik weer aan bellenblaas kan komen voor je. En ik ben benieuwd, ik ben natuurlijk pas geweest. Toen moest ik mijn kies laten repareren. Dat was het stuk dat is in mijn zwangerschap door het maagzuur afgebroken. Dan moet ik ook zeggen dat echt letterlijk alleen de reparatie was afgebroken. En verder, mijn kies was nog steeds verder helemaal in goede staat. En mag ik wat zeggen? Wat wil jij zeggen? Over kiezen. Nou, mijn vriendin's kies was ook gebroken. En die hadden ze laten vullen. En toen was die met buitenspelen weer eraf. Ja, toen moest ze terug. Die had eigenlijk een beetje hetzelfde, hè? Maar die was gevallen. Bij mij was het door het maagzuur. Dus ik heb verder eigenlijk nooit echt iets aan mijn tanden. Maar alleen het was al zo, mama. Die zwangerschap, dat... ik weet nu het gezegde, elk kind kost een kies. En dat was dus wel een beetje waar. Wat? Elk kind kost een kies. Dat schijnt een zwangerschapskwaal te zijn, wist ik ook niet. Maar jij kostte maar een halve kies, dus... Hè? Nog niet eens trouwens, een kwart kies, geloof ik. Dat is gewoon een stuk afgebroken. Het was vooral dat het scherp was, dat het grootste probleem gaf. Maar nu dus de controle, die afspraak heb ik gelijk gemaakt. Oh Sarah, we moeten eigenlijk gelijk de nieuwe controle afspreken. Want ik vergeet dat dan weer vaak. Zeker omdat ik eigenlijk nooit last heb van mijn tanden. Maar als we gelijk die afspraak maken, of al maak ik hem een half jaar of een jaar van tevoren, als het in mijn agenda staat, dan kom ik. Dus help je me aan herinneren, als we klaar zijn, dat we dat gelijk doen? Ja. Dat is wel prettig. Dan zeg ik gewoon, mama, nieuwe afspraak. Ja, maken we gelijk een nieuwe afspraak. En dan zeg ik, mama, nieuwe afspraak controleren. Ja, voor de controle noem je dat. Controleren. Oh, voor het controleren. Die controleert. Zo fantastisch, als je naar de tandarts gaat met je kind, wat heb jij gekregen? Laat het eens horen. En Sarah heeft de controle. Ga maar in de auto. Nee hoor, mijn tweede controle. En Sarah, auto. Ik dacht, jij gaat via deze kant, maar je loopt opeens... Waarom ga je niet aan deze kant waar je stoeltjes staan? Oh, mama, kom maar. En... Oh ja, nu heb je er wel tijd voor. Zo. Kan je dat zelf, zonder je vingers te breken? Ja. Oké. Wil je alleen even mijn bellenblaas aanpakken? Even goed open doen, want dan... Ja, even... Ga maar... Zo, bam. Mag ik de bellenblaas? Nou, ga je achterin met je kind? Ja. Oké, nou, zet ik je kind vast hier, dan kan ik mezelf aan installeren. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, dus vanaf het moment dat zij dat ding had, heel de tijd, ik word helemaal gek van die toeter. Ja, top. Maar mijn controle was verder gewoon weer goed. Eigenlijk niks boeiends. Bij Sarah was het verder ook goed. Die heeft wel een fluorbehandeling gekregen. Maar die geeft ze
bijna alle kindjes tegenwoordig wel. Dus die mag even een uurtje niks eten of drinken. Nee, ik hou een uurtje niks drinken. Ja, maar eerder we thuis zijn zo. Ik heb een timer voor haar gezet. We moeten zo heel even snel wat wegbrengen. Eens kijken hoe lang je timer nog is. Even kijken. Dit is de timer. Hier mag ze weer eten. 3 kwartier. En een paar seconden, maar dat is te weinig. Oh, even de moeder van Sira wat terug hebben en dan gaan we rijden. Dan heb jij ook je grond. Wacht. Je thuis in de chaos. Maar het binnen gewoon echt, zeg maar, koud als je van buiten komt. Dus gelijk even warmte naar binnen laten komen. Zeker aangezien het morgen alweer een stuk koeler is. Ja, echt gewoon 8 graden geloof ik. Even zoveel mogelijk lekkere, frisse... Fris, niet van koud, maar fris van lekker buitenlucht. Naar binnen laten komen. Ik heb wel besloten wat ik ga doen. We hebben hier al die kussens nog staan en die hoezen. Dus ik ga die kussens in de hoezen doen. Oh, een ziplock. Maar die heb ik in principe verder niet heel erg nodig. En anders heb ik pech, want ik heb nog opgetrokken. Dus we moeten wel even kijken naar de maten. Dit is alleen maar weer zo'nzelfde beschrijving. Want het zijn dus wel verschillende maten. Kleintjes en grote als het goed is. Dus even kijken wat daar wat hoort. Sarah is trouwens gelijk van buiten spelen. Oh, dit zijn de kleintjes. Dit zijn allemaal de grote. En dan kan ik lekker op mijn lounge set gaan zitten zo. Oké, ik was dus al bezig, maar Chantal stond... Oh, ik denk schuift die kussen op elkaar, maar dat ene kussen eronder schuift net zo hard mee. Chantal stond met JV heel even voor de deur. Maar die was er echt maar 10 minuten of zo, dus... Dat is nog niet gelukt. Ik heb wel de 2 allergrootste kussens liggen op de bank. En nu de 3 wat kleinere. Die komen op de stukken met de rugkussens. Ik probeerde alleen net de stukken aan elkaar te zetten. Maar, oh, ik denk als jullie vallen, maakt het niet heel erg uit. Aangezien de camera op kussen zit. Ik moet en 2 delen omhoog houden en die klemmen erop zetten. Dus dat lukte me niet heel erg in mijn eentje. Dus ik denk, nou, dat kijk zo of mijn Marco of Marco doet het. Die heeft daar waarschijnlijk iets minder moeite mee. Kijk, met deze klemmen kan ik dus de stukken van de bank aan elkaar zetten. Dus dan schuift het niet uit. En nu zie je, dit is ook omdat ik net ermee bezig was, schuiven de delen nog los. En als het dus vast zit, blijft het dus echt in een vaste vorm staan. Dus dat is wel echt helemaal fijn. Ik denk, ik heb nog een kussen. Alleen, ze liggen er allemaal op. Ik heb misschien reserve. Want daar kom ik wel. Oh nee, ik heb ze natuurlijk wel allemaal gepakt. Dat wilde ik eerst niet, maar dat heb ik toch gedaan. Dus alleen nog even de rugkussentjes erbij. En dan ga ik lekker in mijn tuin hangen totdat ik moet gaan koken. Oké, dit is dus zo lekker. Ik zit dus in de tuin. Ik heb mijn kussens allemaal erop gelegd. Er zitten ook trouwens nog kleine kussentjes bij. Maar dan wel vochtbestendige. Ik heb mijn boek gepakt, waar ik echt, weet ik voor hoe lang aan bezig ben geweest. Tegenzet, alleen die steed. Alleen op dit moment besluit ze dus precies iemand in de tuin te gaan staan spuiten. Dat ik echt denk, oh. Maar goed, ik ga het gewoon negeren en proberen zen te worden. En genieten van het lekker weer. Zij is voor aan het buiten spelen. Maar die kan zichzelf binnen laten als het iets is. Oh, en er zijn weer ouders die zitten overal, sommigen in de voortuin en alles. Dus ik ga even gewoon lekker... genieten en kijken of ik hem eindelijk uit krijg. Kijk, ik ben dus zover. En ik ben hier echt een half jaar in bezig of zo. Het is echt verschrikkelijk. Ik kom er... Nee. Vorig jaar, in het voorjaar, was ik er ook al... Dus ik ben denk ik al een jaar in dit boek bezig. Het is echt erg en ik wil deze graag lezen. En ik lees hem ook echt heel graag. En ik kom er gewoon elke keer toe. Ja, ook in een klein stukje. En dan duurt het weer een maand of iets... voor ik verder ga, terwijl ik het wel een heel goed boek vind. En elke keer zit ik er ook wel gelijk weer in. Het is niet dat ik kwijt ben waar ik was, want ik vind hem wel echt heel goed. Wel echt een aanrader. De 100-jarige man die uit het raam klim en verdween. Alleen het is geen boek voor als je nooit leest, denk ik. Ik denk niet dat je hem dan... Hij is niet heel zwaar, maar wel wat zwaarder dan een chicklit of zo. Helemaal gezellig vandaag. Eerst had ik Chantal op bliksembezoek en nu had ik Claire op bliksembezoek. Dus ik vind het helemaal leuk. Die is ook alleen maar kort geweest, want Shaina die moest naar zwemles. Dus ze kwam eigenlijk tussen de vorige afspraak en zwemles even snel langs.
En ik ga nu koken. Het moet zo in de oven. Dus als het zo gemaakt is, dan kan ik nog heel even in de tuin genieten. Ik vond het zo lekker, Eva. En ik heb echt zoiets. Vandaag kan het. Morgen is het helemaal niet zo lekker meer. Dus ik moet de kuststak ook gewoon allemaal weer naar binnen halen. Ik moet ook trouwens echt zo'n kist even bestellen. Maar even nog overleggen. We waren er nog niet helemaal uit wat we willen. Dus dan maar even daar opstapelen voor nu in de woonkamer. Maar ik wil ze niet in de schuur, want die is dus niet heel waterdicht. En in de vorige set in de kussen hebben we ook heel erg het weer gekregen. En dat wil ik dus niet. Dus daar moet wat anders voor. Dus ik ga deze schotel snel maken. Dan gaat hij de oven in. En dan ga ik echt elke minuut dat ik kan genieten in de tuin. Marco is laat thuis, dus ik eet zo met Sarah. Dus ik denk dat we dat ook lekker even buiten doen. Echt even genieten van die zonnestralen zolang ze er zijn. En de rest komt dan lekker morgen wel weer. Dus zodra ik naar bed ga, dan kan ik nog wat dingen boven doen en zo die moeten. Maar nu dan even lekker van het lekkere weer genieten. En hopen dat het echt snel echt lente wordt. En heel langzoek weer is. Ik ben er zo erg aan toe. Echt door die lockdowns meer dan ooit. Ik wil gewoon zomer, lente weer blijvend opladen, bijkomen. Hoe je het ook wel noemen. Sarah is weer terug. Die heeft net een waterballonnengevecht gehad bij Mila. Nu gaan we lekker eten. En ik heb deze. Zo ziet het er misschien een beetje anders uit. Maar dit is een ovenschotel. Dan gaan de gekookte aardappels met spinazie en room en kip en kruiden en weet ik wat allemaal gaan in de oven. En echt, deze aardappels nu, die smelten in je mond. Dat is echt zo lekker. Ik heb Sarah net naar bed gebracht en Marco is al thuis gekomen. Die is aan het douchen. Dus ik ga nu echt heel snel kijken wat ik in de tussentijd alvast kan doen. Al ben ik bang dat ik niet verder ben dan mijn beeld inladen eer dat hij beneden is. Maar goed, we gaan het proberen. Wel nog tegenzet. Ik moet eigenlijk ook echt niet vergeten om al die kussen zo naar binnen te halen. Want dat ga ik denk ik even vergeten. Dat zit zo niet in mijn systeem nog. Dit is zo irritant als ik aan het editen ben. Deze twee woorden, die irriteren me. Dus nu bezig om alle kussens naar binnen te halen. We hebben nog geen goede opslagplek. Dus ik zal ze moeten stapelen in de woonkamer, waar ik niet veel blij mee ben. Dus ik moet echt zo'n ding halen. En het is echt koud nu buiten, dus ik heb gewoon echt een jas aangetrokken. En aangezien het best een grote lounge set is, en nog die andere set, is het daar denk ik echt zo'n stapel kussens. Dus ik moet hier echt nog wat voor gaan verzinnen. Want het kan natuurlijk niet constant zo in de woonkamer liggen. Het ging wel zoals het moest. Dus ik heb hier nu echt een enorme stapel kussens. Die is dus echt zo hoog. En hier nog kussens. Nu tijd voor beschuitjes met hagelslag. En ik was bezig met de boltype. Maar Marco is nu ook. Dus we gaan nu switchen. Naar de blacklist. En Marco die gaat voor de beschuitjes met Jim. Oeps, I did it again. Echt. Hoe ging het? We waren de blacklist aan het kijken. Dus Marco zegt, breng het er maar uit. Want ik ga naar bed. En hij loopt naar boven. En ik kijk op het scherm. Ik denk echt, oké, die aflevering duurt nog 1 minuut en 18 seconden. Dus ik roep, hij was net de trap op. Ik zeg, kom eens. Dus hij komt naar beneden. Ik zeg, serieus, dit gaan we gewoon niet doen. Ik denk, dat wordt echt een irritatiepuntje. Ik moet trouwens even wat genoemd. Dus ik die aflevering aanzetten. Nou, je weet dat de aftiteling ook nog komt. Die aflevering duurde dus wel geteld nog 10 seconden. En dan bedoel ik niet figuurlijk, maar echt letterlijk 10 seconden. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik de boltype even afkijken. Want die aflevering had ik ook niet helemaal af. Maar ja, toen zat ik er weer in. Het keek net op de klok. 12:30. En ik moet nog opruimen en naar boven en me klaarmaken. Dus inderdaad, I did it again. Ik
ik schiet weer alles bovenop en ik lig er duidelijk weer veel te laat in. Dus dat ga ik even snel doen. En natuurlijk gelijk de vlog even afsluiten. Ik hoop dat het een leuke vlog was. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik dan even op die knopje eronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!